Applaus van het enthousiaste publiek in 0313 op vrijdagavond 30 december na de voorstelling van het Doesburgse cabaretgezelschap. We vroegen enkele mensen na afloop van de voorstelling wat ze ervan vonden. Heel leuk. Ja? Ja, heel leuk. Zeker voor herhaling vatbaar. En echt Doesburgs. Ja. Je bent onderhand een Uber-vrijwilliger, heb ik begrepen. Ja, dat Uber laat er maar af, maar wel een vrijwilliger. Okay. En die het altijd met veel plezier doet. Oké, dankjewel. Burgemeester, na afloop van de voorstelling mag ik u vragen over uw reactie. Dat mag je vragen. Ik ben onder de indruk van de kwaliteit die wij in Doesburg ook op dit punt weer hebben kunnen maken. Ja. Ik vind cabaret altijd heel erg leuk, maar cabaret over een situatie maken is heel moeilijk. En dat hebben ze met heel veel kracht en heel veel inzet gedaan. Ja. Vond u dat de gemeentebestuur niet een beetje te veel op de hak genomen werd? Of? Nee, ik vond het niet. Ik vond dat ze het heel zorgvuldig hebben gedaan met een knipoog. En soms een kritische noot, maar dat hoort. En er was ook aanleiding genoeg voor. Vond u zichzelf een beetje vereenzeldigen met de burgemeester met de pindaketting op? Het was een echte karikatuur, zoals het heette. En met de dubbele namen en zo, daar heb ik niet zoveel mee. Ik herkende me er niet echt in. Maar het zegt wel iets over Doesburg en over de positie. We hebben hier veel opgaven. De plannen die ze daar te bedden gebracht hebben, zijn er nog reële plannen bij die wij in Doesburg zouden kunnen realiseren? Het arsenaal hangt mij het scherpst in het hoofd. Dat zal niet gebeuren. Daar zal ik mij met alles tegen verzetten als dat aan de orde zou komen. Er is wel veel action in het arsenaal dan? Er is heel veel action in het arsenaal. Dat moet je ook in het arsenaal niet willen. Okay. Nee. En de turfhaven, ja, daar zijn 1000 mogelijkheden. Heb ik altijd geroepen. De gemeente Doesburg vindt dat ook. We gaan ons daar het komende jaar ook heel erg voor inspannen om dat echt van de grond te krijgen. En ik heb het vertrouwen dat dat gaat lukken. Misschien dat er volgend jaar in de voorstelling weer naar voren komt. Dat zou heel mooi zijn, want dan kunnen we kritisch kijken naar iets moois. Ja, ik vond het leuk. Ja? Ja. Heel veel herkenbare punten. En heel subtiel gebracht, dat vind ik wel grappig. Ja, ja dat vind ik wel leuk. Soms ook zo overdreven dat je het... Dat het zo raar is, een rare situatie. Dat vind ik wel... Nog heel knap in elkaar gezet, of niet? Ja, zeker. Ja, ja. Vonden ze niet te kritisch hier en daar? Nou, volgens mij kan het niet kritisch genoeg zijn. Okay. Nee, het mag volgend jaar nog wel een beetje... Als het niet over mij gaat, dan vind ik het helemaal niet erg. Ik vond de voorstelling prachtig. Ja. Ik vind het heel professioneel, vond ik het, moet ik zeggen. En dat had ik niet zo goed verwacht, maar het was ontzettend leuk. Ja. Hele mooie items die ze hadden. Ja, en er zaten ook wel bepaalde hoogtepunten in. Ja. Ik vond het verhaaltje van... Fred Jansen was heel leuk. Ja. Dat was een goeie. Maar de Fred op het stadhuis. Ja, ja. En het arsenaal was heel knap. Ja. En dat Dubai-verhaal, dat vond ik ook heel leuk, ja. Vind je dat de politiek in Doesburg niet een beetje te kritisch of juist minder kritisch benaderd is? Ze hadden voor mij wat kritischer mogen zijn. Ja, okay. Ik vind dat ze het heel netjes gedaan hebben. Maar je zou er toch wel meer van kunnen maken. Maar goed, dit is het eerste jaar en dan doen ze het heel voorzichtig. Nou, ik vind het heel knap wat ze gedaan hebben. Ja, ja. En op een hele nette manier. En toch een wat politiek een heel klein beetje op de hak nemen. Maar aan het eind van het jaar is het vaak zo dat de politiek op de hak genomen wordt. Ja. En dat zou dus nu iets meer uitgebreid kunnen worden. Okay. Ja, geweldig. Ja. Het begin van een lange traditie, hoop ik. Ja. Want dit is wat Doesburg nodig heeft. Een beetje kritische blik op serieuze zaken. En een luchtige blik over op allerlei te zwaar ingezette zaken. Een wethouder Hofman, die toch behoorlijk genoemd werd, die kon er smakelijk om lachen. Ja. En dat is natuurlijk de manier waarop je dit soort dingen moet bedrijven. Gelukkig maar natuurlijk. Ja, absoluut. Vond je niet dat de politiek in Doesburg te hard aangepakt wordt of te zacht? Nee. Mag het nog harder? Mag wat mij betreft nog zwaarder aangezet worden. Dat is, want iedereen is zo serieus bezig met waar hij het hele jaar zich druk om maakt. Ja. Die kan nu even in alle luchtigheid op zijn plek gezet worden. Ja. Ja. En dat mist Doesburg. Dus nogmaals. Ik hoop dat dit een begin is van een lange traditie. Ja, ik vond het fantastisch. Ik heb de hele avond me buitengewoon vermaakt. Ik heb tegen alle spelers gezegd, jongens doorgaan, zorgen dat dit een traditie wordt. Ja, dat hoor ik uit meerdere reacties van het publiek natuurlijk. Ja. Heeft u zelf ook wat aan cabaret gedaan vroeger? Misschien? Ik heb één keer een opera. Nee, ik heb één keer een opera gezongen, Repelsteeltje. Maar dat is in 1956 al geweest. Dus dat is al heel lang geleden. Zijn daar nog opnames van trouwens? Je had je toen nog niet, joh. Nee. Nee, nee, en ik heb wel eens met een schoolvereniging in Zwolle heb ik iets gedaan. Maar voor de rest, ik had altijd al een rol. Hè? Ja, dan hoef je niet zo nodig nog een andere rol te spelen. Maar wilt u zeggen dat u uw functie als burgemeester toneel speelt?
Oh, het is voor een deel nodig hoor. Ja. Anders kom je er niet doorheen. Oh, nee. En hoe heet jij als vragen mag? Julia. Julia, mooie naam. Dank. Hoe vond jij het vanavond? Heel leuk. Ja? Ja. Ken je ook iemand die meespeelde toevallig? Ja, mijn vader. Oh, jouw vader speelde mee. Wat was voor rol had hij dan? Was dat die met de accordeon? Ja, dat was die met de accordeon. Met die accordeon? Ja. Dus hij speelt thuis ook veel accordeon? Nee. Alleen maar hiervoor? Ja. Wat vond je het leukste van de hele voorstelling? Dat filmpje van mijn vader. Een van de hoofdrolspelers van vanavond, Elja. Hoe vond je het gaan? Geweldig. Heerlijk. Ja? Kijk, het is jammer dat het voorbij is. Dat is meestal, hè? Dan doe je al die moeite, heb je twee voorstellingen en dan is het weer over. Precies, ja, maar ja. Maar het was heerlijk. En wat zijn de reacties van mensen? Ja, ongelooflijk. Iedereen vindt het leuk en wil allemaal dat we doorgaan. Ja, tuurlijk. Dus dat is leuk. Iedereen die wil dat jullie volgend jaar weer iets organiseren. Ja. Hey, hoe lang zijn jullie nou bezig geweest met de voorbereiding van het hele stuk? In september begonnen. Ja. Is klaar. Met het schrijven van, met zoeken naar. Ja, precies. Bedenken van. Ja. Onder het genot van een heerlijk glaasje rode wijn. Volgens mij zijn het wel een paar flessen geworden. Het zijn een paar flessen geworden, maar heerlijk. Hey, het zijn allemaal amateurs. Allemaal mensen die wel amateur toneel doen ook, heb ik begrepen. Ja, we hebben allemaal met elkaar gespeeld. Ja, maar daarom zijn jullie ook zo goed op elkaar ingespeeld. Ja, klopt. Ja. Ja. Hey, wat vond je nou het moeilijkste, de leukste grap van de hele avond? Ik vond de Sjeik het leukst. De Sjeik? Ja. Ik moet zeggen, ik vond heel veel grapjes knap bedacht. Ja. Als ik zo de reacties hoor van allerlei mensen, dan hebben jullie een topprestatie geleverd. Ja, leuk hè? Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja? Helemaal goed. Dankjewel. Jij ook, dankjewel.